Vandaag sta ik bij KBO Kuik, Katholieke Bond van Ouderen. En KBO Kuik, KBO Noord Kuik. Nou, nee. Wat is het? Ik sta hier bij Martin. Dat ben ik dus. Ja. Nou, het is dus Katholieke Bond van Ouderen, zo is de naam. En Kuik heeft twee afdelingen, dat is KBO Kuik Noord, Katwijk en later is daar Heeswijkse Kamp aan toegevoegd. En we hebben dus KBO Kuik Centrum. En vandaag is er een nieuwe vereniging opgericht en die heet dan Senioren Kuik. En wat is jouw functie bij de KBO? Nou, mijn functie bij de KBO is eigenlijk de PR en de publiciteit. Maar verleden jaar is Jan van der Kruijsen overleden. En toen heb ik eigenlijk in mijn eentje de zaak draaiende gehouden. Een nieuwe voorzitter gezocht. En onze penningmeester, die zat er ook wel bij. Maar die was nog helemaal vreemd met die functie. En we hebben een nieuwe secretaris moeten gaan vinden. Want Jan van der Kruijsen deed eigenlijk alles. Dus en nu dan is het dan zover dat we dus samen gaan. Ja. Maar kan je mij iets vertellen over het begin? Want KBO hier in Kuik bestaat eigenlijk al heel veel jaren, of niet? Ja, KBO Centrum bestaat 70 jaar en KBO Kuik Noord is opgericht in 1973. En dat is een leuk verhaal op zich. Het is dus namelijk zo, KBO Kuik bestond in 1973 het bestuur uit allemaal notabelen en gepensioneerde middenstanders. Nou, KBO Kuik Noord, dat was een wijk waar hoofdzakelijk arbeiders woonden. En die hebben gezegd van, nou, bij dat, hoe hadden ze dan ook? Ja, hoe zeg je dat, hè? Ja, ze hebben dus gezegd, maar dat zijn niet mijn woorden, bij deze kakkers sluiten wij ons niet aan. Ja, dus er was echt een cultuurverschil. Duidelijk een cultuurverschil. En toen is dus eigenlijk KBO Kuik Noord en Katwijk opgericht. En in een later stadium is daar dus de Heeswijkse Kampen bijgekomen. Want dat is een wijkpas die dus in de jaren 80 gebouwd is eigenlijk. Ja. En waarom zijn ze nu weer terug naar één vereniging? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. We hebben dus op een gegeven moment al veel activiteiten samen. Denk aan de busreis, de ontmoetingsdagen, de kerstvieringen, etc. Daar wordt om en om gekaart. En toen op een gegeven moment is dus het idee gekomen toch maar eens te gaan praten. Het initiatief is eigenlijk 3 jaar geleden was ik de Ons aan het bezorgen. Dat is het maandblaadje van de KBO op de kardinaalsmuts. En aan de overkant liep de bezorger van de KBO Centrum ook de blaadjes rond te bezorgen. Toen had ik iets, dit is gewoon belachelijk. We vergaderden toen 2 keer per jaar gezamenlijk. En toen heb ik dat idee eens een keer op tafel gegooid. Toen was het me negatief, maar het begon toch wel te borrelen. Tot verleden jaar februari. Toen is KBO Centrum bij ons gekomen en gezegd van, god, kunnen we eens niet praten over de fusie. Toen is er dus een samenvoegingscommissie opgericht waar ik ook deel uitmaak. En ze zijn die stappen gezet. En vandaag is het dan zover dat we samen zijn. Ja. En over die fusie gaat Riki ons iets meer vertellen, geloof ik. Ja, een van de dames in het gezelschap. Riki, stel jij je even voor alsjeblieft. Ja, ik ben Riki van Pinksteren. Ik woon sinds 96 in Kuik. Ben inmiddels 67 jaar en al een jaar of 6, 7 bestuurslid bij KBO Centrum. Aha, nu hebben we iemand van het centrum. Ja. Ik begrijp zojuist uit de woorden van Martin dat het cultuurverschil is weggevallen. KBO Noord en KBO Centrum is tot elkaar gekomen. Ja. Nou, hoe is dat zo gegaan? Nou, we hebben op een gegeven moment geopperd of er niet 1 KBO kon komen in Kuik. Het is eigenlijk gewoon van de gekken dat er 2 zijn. Er is een commissie samengesteld met 2 leden uit het centrum, namelijk zus Willems en ikzelf. En 2 uit Kuik Noord, Martin Peters en Leo van de Boogaard. We zijn bij elkaar gaan zitten en we hebben onderzocht van, nou ja, kunnen we iets daarmee en kunnen we tot elkaar komen? En wat zijn nou de hobbels die we moeten nemen om toch tot een samenvoeging van 1 van de afdelingen te komen? Nou, daar gaat natuurlijk wel het een en ander overheen. Maar al met al hebben we toch vrij snel kunnen beslissen. Want we zijn denk ik in januari gestart met de besprekingen. En we zijn nu een jaar verder. En we hebben toch voor het grootste gedeelte helemaal rond nu. Ja. Ja. Waren er zoveel hobbels dan?
Ja, bestuurlijk zijn er wel wat hobbels. Het is gewoon heel lastig om twee aparte afdelingen samen te voegen. Je zit met de ledenadministratie, je zit met de financiële administratie. Het gebeurt toch op elke afdeling net iets anders. En ja, daar moeten wel bepaalde juridische maatregelen genomen worden, zodat het ook correct verloopt. En dat levert wel eens ooit wat pijnpunten op. Hoeveel leden telt het nu? Hoeveel was het eerst apart en hoeveel is het nu? Ja, ik denk dat het ongeveer 400, goede 400 leden heeft Kuik Centrum en Kuik Noord heeft er iets van 380. En dan ben je samen een mooie, goede, stabiele vereniging van tegen de 800 leden. Ja, dat is wel een heel grote vereniging. Misschien een van de grootste in Kuik? Ja, ik weet het niet. Maar je kunt natuurlijk heel goed je doelgroep behartigen nu. Omdat je dus toch een stem hebt van 800 mensen achter je. Ja. Ja. Wat zijn de leeftijden van deze mensen? Je kunt lid worden vanaf 50 plus. En ik denk dat er zijn vanwege de voordelen die er zijn als je lid wordt van de KBO, want die zijn er natuurlijk ook financiële voordelen. En zijn er mensen die jonger zijn, zijn vaak lid geworden omdat ze dan van die voordelen gebruik kunnen maken. Maar ik denk dat de gemiddelde leeftijd toch wel op rond de 70 ligt. En de hoogste leeftijd? Die wordt volgende maand, die is vorig jaar, afgelopen jaar 100 geworden. Dus, nou, is het niet moeilijk om voor zo'n groot leeftijdsverschil en dan ook nog zo'n grote groep activiteiten of dingen te organiseren waar iedereen iets aan heeft? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Het probleem zit hem ook in dat je heel veel slapende leden hebt. Vroeger werd je lid van de KBO op het moment dat je 65 werd. Zo'n beetje automatisch? Dat werd automatisch. En nu zie je dat mensen gewoon lid worden van de KBO omdat ze toch gezamenlijk dingen willen doen. Of met kaarten mee willen doen of met handwerken of wat voor activiteiten dan ook. En je wilt toch samen op reis of samen een feestje vieren. Dus daarom word je lid van de KBO. Maar het is lastig. Je kunt een hele grote groep kun je gewoon niet bereiken. Ook je kunt lid worden vanaf 50. Die mensen zijn moeilijk bereikbaar, want die hebben zoiets van, ja, maar ik hoef nog helemaal niet bij een seniorenvereniging. En je hebt ook mensen die zeggen van, ja, waar zou ik het voor doen? Ja. Maar waarom zouden mensen van 50 lid worden inderdaad? Wat voor financiële voordelen zijn er? Nou, je hebt korting op het sportabonnement bij de LACO. En dat voordeel valt, zeker als je 50 plus bent, dan hou je er geld aan over. En op het moment dat je 65 wordt, dan is ook je hele bedrag bijna al gedekt doordat je dus korting krijgt bij de LACO bijvoorbeeld. Er zit zorgverzekering geeft korting. Zo zijn er ook nog een aantal winkeliers die korting geven. En de bedoeling is ook dat we dat dus in de toekomst verder gaan uitbreiden. Kijken van wat is er nou allemaal, zet het eens op papieren, zet het eens op een rijtje. Wat er allemaal aan voordeel te halen is. Ricky, dit is al heel veel informatie ineens. Mensen die interesse hebben, tenminste, kunnen jullie nog leden gebruiken? Wij kunnen altijd leden gebruiken en op dit moment is dat nog ledenadministratie@kbokuikcentrum.nl. Ricky, als mensen nu denken van nou, dit wordt me te veel ineens, waar kunnen ze het nog eens rustig nazoeken? Vanaf morgen is de website in de lucht en die heet www.seniorenkuik.nl. Kijk, en daar is alle informatie te vinden. Daar is alles informatie te vinden. En ook op Facebook kun je Senioren Kuik vinden. Oké. Nou, dankjewel. Het stokje van de voorzitter is overgedragen aan Peter. Peter Schouten. Halen we die erbij? Ja, oké. Okay. Peter Schouten. Nu voorzitter van nieuwe vereniging. Senioren Kuik. Oud combinatie van twee verenigingen in Kuik. Die na 47 jaar eindelijk weer bij elkaar zijn. En daar heb ik aan mee mogen helpen. Ja, mooi is dat, of niet? Prachtig. Hartstikke mooi. De oud-voorzitter kende ik goed, van twee kanten. Henny heeft uiteindelijk bedankt, ook een beetje de leeftijd. En Henny, die blijft natuurlijk genieten van haar welverdiende rust, hopelijk, bij de KBO Kuik. Ze blijft in ieder geval lid. En ze zit links en rechts nog in een paar commissies, maar echt een beetje rustig doen mag wel. Hè? Na 90 jaar moet je een keer ophouden. Ja, en nu jij, nou ja, je hebt letterlijk het stokje overgedragen gekregen, zag ik, hè? Aan de ene kant
KBO Kuik. Aan de andere kant, 16 februari, dat was de dag dat we bij elkaar kwamen. Het is bijna een huwelijk. Ja, dat was de huwelijksdag van 16 februari voor de beide verenigingen. Twee verenigingen zijn nu één geworden. Het wordt wel een flinke klus, denk ik, of niet? Om voor zoveel mensen, nou ja, goed te doen. Nou kijk, het aantal mensen, dat speelt eigenlijk niet zoveel rol. Of je nou voor 300 man dingen doet of voor 800 man. Het voordeel wat je hebt als vereniging met 800 leden, ben je groot. En voor Kuik is dat echt groot. En dan heb je een stem. Dan luistert de gemeente naar je. Dan luistert Slok naar je. Dan heb je aandacht. En dan kun je voor mensen meer dingen doen dan als je één van de twee verenigingen bent. 800 mensen, zo ongeveer. Er is natuurlijk een heel breed aanbod voor die 800 mensen. Ze doen nooit allemaal alles tegelijk. Maar waarvoor kunnen ze terecht? Activiteiten, reisjes, zekerheid. Daar waar het noodzakelijk is voor woning, waar we kunnen helpen. Ondersteuning bij belastingaangiftes en dat soort dingen. Het complete pakket zoals het eigenlijk altijd al geweest is van de KBO, dat dragen we gewoon in Kuik uit. Alleen nou voor 800 leden. Ja. Daar zit natuurlijk een heel team achter. Een heel groep bestuursmensen en heel veel mensen die in werkgroepen zitten, neem ik aan. Ja, je begint met een bestuur wat op dit moment 6 mensen zijn. Met nog een optie op 2 besturen voor eventueel financiële kant. En dan hebben we een hele reeks van vrijwilligers die het ons rondbrengen. De verschillende commissies voor kine, koersbal. Ik kan ze niet eens allemaal opnoemen, maar de hele reeks. Dat gaan we op de site bekijken. Wat ben jij goed? Dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Ja. Kijk gewoon op de site. Ja. Nou Peter, ik wens jou heel veel succes. Want 800 mensen bedienen, dat zal toch niet meevallen. Ook al heb je een goed team daarbij. Ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. Gefeliciteerd met dit prachtige huwelijk. Dankjewel. Dankjewel.